Dennis van Winden. Weer een zware, warme etappe en je sprint ermee aan het einde. Vertel eens over je dag. Ja, het was zeker een lastige dag. Het was vandaag echt heel warm en er wordt wat meer harder doorgereden. Dus dan kost het wat meer energie om vaker bidons te halen en er is sowieso wat minder tijd om te drinken. Dus dat gaat niet in je koude kleren zitten. En toen, die sprint? Ja, ik werd vandaag echt door de ploeg goed gesteund. Dat was echt, echt een goede levenservaring, goede leerweg vandaag. Dus ja, het was heel fijn dat die mannen mij goed uit de wind hielden en daardoor kon ik uiteindelijk nog sprinten. Ja, je wordt dan zevende. Op een circuit, hoe is dat om hier te rijden? Is dat leuk? Ja, het is even wennen, want die bochten, ja, ze zijn heel lang, maar heel breed. Het asfalt schittert een beetje, dus je weet niet helemaal wat je kan verwachten. Maar ik heb mijn remmen vandaag niet aangeraakt, de laatste 5 kilometer.